Sjaak, we zitten in het mooie Tbilisi. Nog mooier is het dat we deze stad gaan verlaten met een ticket voor de play-offs van de Europa League in de zak. Hoe goed is dat voor Feyenoord? Nou, het is heel goed voor Feyenoord. Voor het team is het goed. Hè. Daar waar we nu staan, waar we mee bezig zijn. Uiteraard ook voor de supporters. Dus weer een stapje dichterbij richting de groepsfase, wat we heel graag willen. Dus alleen maar tevreden. Wat zegt deze prestatie over de huidige status van Feyenoord? We zijn begonnen dit seizoen. Dat hebben we aangegeven dat de doorontwikkeling van onze spelers, van onze talenten, heel belangrijk is. En vooral zeg maar, de balans tussen dragende spelers en onze talenten. Dat is voor ons zeg maar, waar we het komende seizoen de goede balans in moeten vinden. Nou, daar zijn we goed mee begonnen. Echter, we hebben ook teleurstellingen, met name zeg maar, blessures van de dragende spelers. En dat is wel een beetje een kink in de kabel geworden. Desalniettemin hebben andere spelers weer de kans gekregen die ze misschien pas later zouden krijgen. Hebben nu al een platform gehad om zich te kunnen laten zien. En dat is weer positief. Dus kortom, waar staat Feyenoord? Dit met vallen en opstaan. Maar we zijn ervan overtuigd dat we straks zeg maar, in de juiste balans, ook als de blessures zeg maar, voorbij zijn van zeker de dragende spelers, dan we echt een heel mooi seizoen tegemoet gaan. Ja, hoe gaan jullie daar binnen de club mee om? Positief. Jaap heeft ook een speelstijl die weer anders is zeg maar, als de afgelopen jaren. Ik ben er zelf ook heel erg enthousiast over als je ziet de manier van spelen. Jeugd inpassen, andere speelstijl. Dat zijn wel twee heel belangrijke onderdelen waar we gewoon mee bezig zijn. En dat nogmaals, we gaan met vallen en we gaan met opstaan. Die golfbeweging die wordt steeds minder. Spelers komen terug van blessures. En zo werken we toe zeg maar, naar de juiste balans waarbij we gewoon echt volledig Feyenoord hebben. Praat je daar veel met Jaap Stam over? Jazeker. Praat regelmatig met Jaap. Vooral ook over het proces. En daar is geen enkel meningsverschil over. Die visie delen we. En hij krijgt daar ook de tijd voor. Want het gaat niet allemaal in één keer vlekkeloos. Daar met vallen en opstaan. Daar gaan we wat tijd overheen. En die krijgt hij. Wat betreft de jonge spelers zagen we bij de selectie die hiermee is naar Tbilisi al de contouren van de jonge selectie die het misschien de rest van het seizoen ook wel gaat zien. We zagen Marouan Azarkan, Crescenzo Somerville, nou Valbanis. Dat is hoe jij het graag ziet? Dat zie ik graag. Ook als ze niet gespeeld hebben, is zeg maar, erbij zijn op zo'n trip. We hebben het ook in de voorbereidingen gezien in Oostenrijk. We maken het ook nu mee. Is ook een stuk ervaring en opleiding om erbij te zijn. Europees voetbal is toch weer anders dan competitievoetbal. En als je naar het buitenland gaat en je maakt het mee, ja, daar worden ze alleen maar wijzer van. Ben je tevreden over de huidige samenstelling van de selectie? Ik ben zeker als ik in acht neem dat als iedereen fit is, dan ben ik dik tevreden. Ja. Rol in de selectie speelt ook weer Renato Tapia. Jij gaf eerder aan. Ja, dat hij weg zou mogen, weg zou moeten zelfs. Ja. Nu staat hij in de basis. Ja, het schijnt nog wel een hot item te zijn en telkens komt dat terug. Weet je, ik heb niet gezegd dat het een slechte voetballer is. Ik heb ook niet gezegd dat het een slecht mens is. Het enige wat ik gezegd heb in belang van Feyenoord is dat het niet zo kan zijn dat spelers voor niets weglopen waar we veel geld voor hebben betaald. Dat is eigenlijk het enige. En dat een excuus toen de tijd werd gebruikt, hè, onder het noemen van een paspoort. Nou, daar had ik wel zoiets zo mijn bedenking over. Dat ik me misschien op dat moment iets te heb uitgelaten. Nou, daar kan ik alleen maar zeggen, ja, dat had ik misschien anders moeten verwoorden. Maar ik verander niet van mening. Hè. Tuurlijk is hij een goede voetballer. En natuurlijk is hij een goed mens. Een hele aardige jongen. Dus dat is niet de issue. Maar ik zit hier ook voor de club. En alleen maar het belang van de club telt. Nou, en daar moet ik me dan hard voor maken. Nou, daar maak ik me dan niet populair mee. So be it. Heb je Renato nog gesproken? We gaan elkaar binnenkort spreken. En ook praten over de toekomst. Want zo zit het ook in elkaar. De relatie is op zich weer prima hersteld. Maar we moeten wel sowieso een gesprek aangaan voor het einde van deze transferwindow. En dan gaan we praten over de toekomst. En dat kan alle kanten op. Je bent druk aan het werk, dat mag duidelijk zijn. Ook Dirk Kuyt speelt daar zijn rol in, waar je al ver mee teruggaat. Wat kan je vertellen over die samenwerking?
Ja, natuurlijk ken ik Dirk al heel lang. Wij delen ook nog wel dezelfde visie. Dirk heeft kennis van de jeugd. Hij heeft natuurlijk vorig jaar en al 2 jaar inmiddels zeg maar, heel betrokken ook bij de jeugdopleiding. Dus als we het hebben over doorontwikkeling is dat een hele belangrijke schakel ook naar de technische staf van Jaap toe. Ja, en ik heb hem ook gevraagd om mij in deze turbulente periode ook te helpen. En ja, dat Jaap of dat Dirk belt naar bijvoorbeeld Liverpool, ja, dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. Alle deuren gaan open. Afgelopen week een bak koffie gedronken met Robin. Ja, die geeft ook aan van, joh, Sjaak, als ik je kan helpen, of het Arsenal is, of Man United, of joh, noem maar, ik help je graag. Nou, ik zou natuurlijk heel dom zijn als ik van deze twee grote Feyenoord-iconen geen gebruik van maak. Dus dat doe ik.